Dat is de enige afspraak die ik wil maken, dat we heel veel plezier hebben. Is dat een goed idee of niet? Ja. Ja. Klasse! Hop! 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 Ik denk iedereen, maar vooral ook de kinderen, zich bewust te maken dat ze vooral moeten gaan sporten, omdat het gezond is. En ik denk dat het sowieso goed is voor de samenleving om het belang, zeg maar, van sporten zoveel mogelijk in acht te gaan nemen. En dan zijn dit de activiteiten waarin wij als partij, maar sowieso kinderen centraal staan. En sport als uitgangspunt nemen om vooral gezond te gaan leven. Dus vandaar dat we dit doen. Degene die raadt hoe oud ik ben, want als die dichtstbij zit, die mag aftrappen. Hoe oud ben ik? 41. 42. 42. Jij hebt gewonnen, ik ben 38. Ja! Blauw mag aftrappen. Op mijn teken, ik bescheid ze! Er wordt absoluut te weinig gesport. Sowieso op basisonderwijs, middelbaar onderwijs. Kinderen vinden steeds minder hun weg naar het verenigingsleven. Er wordt gesproken over bezuinigingen binnen het verenigingsleven. Dus ik maak me er ernstig zorgen over. Wat vind je van de clinic vandaag? Vond ik heel leuk. En ik denk dat het nog een heel leuke dag vandaag wordt. Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik vind het fantastisch, maar kijk hoeveel kinderen. Gewoon, je pakt één balveldje, twee goaltjes, een paar wat ouderen die het organiseren en moet je kijken wat voor vreugde je krijgt. Het zijn ook kinderen die elkaar niet allemaal echt kennen. Dus je hebt ook groepjes, jongens werken samen, proberen samen wedstrijdjes te winnen. Doe dat gewoon op basis van een simpel spelletje en dat spelletje dat noemen wij sport.